uit. Oké, hij gaat uit. Graag. Ik weet niet wat er aan de hand is. Goedemorgen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van mij. Ik ben onderweg naar Ruswad, een restaurantje hier in de buurt. Samen met mijn laptop, want ik heb morgen een evenementje daar en ik moet even kijken of de Beamer het doet. Dat vind ik altijd fijn om dat even een dag van tevoren te checken. Daarna heb ik een afspraakje met Estelle over Halloween en dan ga ik weer aan het werk in Laren voor de vluchtelingen. Maar dat allemaal later, laat me eerst dit maar even doen. En nu ben ik aan het wachten op Estelle. 11 uur hadden we afgesproken. Ik zal eens even kijken hoe laat het is. 11 uur afgesproken. 5 over 11. Hey! En Stel die was iets vertraagd, waardoor ik ook in de knoop kwam met mijn planning. Dus we hebben het even naar een andere dag opgeschoven. Ik ga nu naar de sporthal waar ik aan het helpen ben. Om even kijken wat ik daar ga doen. Ik geloof dat ik even een paar dingen met die fietsband was lek of zo. Dus daar moet ik even een nieuw bandje voor regelen, maar dat heb ik zo geregeld. De video van vandaag zou eigenlijk hetzelfde gaan als eergisteren en gisteren. Lekker spontaan en levend van moment tot moment. Ik kan jullie nu niet zeggen precies wat ik ga doen of hoe en wat alles in elkaar zit. Omdat ik gewoon vrij ben, me aanbied en overal help waar nodig is. Dus dan weet jullie dat. Zo, lekker op de parkeerregelaar. We zitten nu in de auto, dit is een Tesla trouwens. En die is ook heel hard aan het werken al deze dagen. Ik ben even IKEA aan het bellen, want we hebben dus reistas nodig. Maar ik probeer ze gratis te krijgen, dat zou natuurlijk erg fijn zijn. Dus daar ben ik nu even op het wachten. Weet je waar we ook even kunnen kijken? We gaan even naar die hoofdkantoor, Prenatal, of ze spullen kunnen geven voor de baby's. Dat kunnen we ook even doen, ja. Okay, ja. Precies. Oké, dan weet ik even genoeg voor nu. Oké, bedankt voor uw tijd in ieder geval. Dank u wel, dag. Nou nee, leek IKEA. Het was te proberen. Maar ja. Dan ga je even kijken bij Prenatal. Ja. Sowieso. We kunnen sowieso die tassen moeten. Ja, die tassen ga ik sowieso halen. Omdat ze er genoeg hebben. Ik ook. En bij Prenatal, misschien hebben ze ook nog iets van reistassen, weet ik. Misschien voor de kinderen, luid, weet ik. Dat is jasje. Ik kom me echt net op parkeren. Ja, we zijn van de verkeersregelaar. Nou, we gaan nu even bij de Prenatal proberen. Moeten we niet even bij de bank? Oh. Ja. Is die scherp? Ja, is wel. Zo is het. De dienst. Dat is als je de studio pas uit wilt zetten, graag. Hij moet uit. Oké, hij gaat uit. Graag. Ik weet niet wat er aan de hand is. Nou, je brengt het alweer lekker mee, niet dus. Maar we moeten dus het hoofdkantoor gaan bellen. We gaan naar IKEA, gaan ze gewoon kopen. Ja, inderdaad. Als we ze niet krijgen, dan kopen we ze. Nou, hier gaat het om, jongens. Deze tas. Eén met de witte knop. Oh, wat spannend. Hey! Oh, jongens, ik zit in de auto terug en ik ga lekker slapen. Het is nu 10:30. Ik vind het wel mooi. Morgen gaan ze terug naar een andere, hoe noem je dat? Een andere opvang in, ik weet niet meer waar, ik ben die naam kwijt. Ik weet het wel hoor, maar ik ben die naam even kwijt. Maar jongens, wat een ongelofelijke bende, joh, is het tegenwoordig. Ik wil ook niet te veel filmen, want het is niet iets wat ik wil laten zien. Zo van, ik ben goed ofzo, ik ben het beste en ik help. Maar af en toe film ik wel wat, omdat het natuurlijk gewoon bij mijn leven hoort. Het hoort gewoon bij mijn leven. Dit doe ik ook wel eens. Maar ja, daar hoef ik verder ook geen strikjes of duimpjes of lintjes voor. Ik vind het heel leuk om te doen. En ik ga snel slapen, want ik ben gek voor mezelf. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden, uiteraard.
vergeet geen blauw duimpje van mij achter te laten. En dan zie ik jullie morgen. Slaap lekker, doei doei!